De eerste dag van de 20e editie van de Europa Run is rustig verlopen. Volgens de organisatie zijn er geen uitvallers. De Europa Run ging gistermiddag om precies 14.03 over 3 van start in pach Courneuve, even ten noorden van Parijs. Dit jaar doen 275 teams van elk acht man mee. 142 teams komen uit Zuid-Holland. De deelnemers fietsen, lopen en rennen om sponsorgelden in te zamelen voor kankerpatiënten. Het evenement is maandag live te volgen op RTV Rijnmond, maar kan zoals ieder jaar ook worden gevolgd via Europa Run Radio. Wij proberen zoveel mogelijk van het evenement mee te nemen. En dat zenden we uit op verschillende omroepen in Zuid-Holland, Brabant en Zeeland. De radiozender is gevestigd in Barendrecht en heeft een aantal bijzondere presentatoren, onder wie de burgemeester van de gemeente. Een van de twee fietsers die vorige week bij Oude Tongen door een personenauto zijn aangereden, is zaterdag aan zijn verwondingen overleden. Het gaat om een 67-jarige man uit Oude Tongen. De andere fietser, zijn vrouw, ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde op de Zuiderlandse Zeedijk, een parallelweg van de N59. Het echtpaar werd vermoedelijk van achteren aangereden. De 19-jarige bestuurder van de auto, die ook afkomstig is uit Oude Tongen, is aangehouden. Vandaag zijn er zonnige perioden en wolkenvelden. Het blijft vrijwel overal droog. Bij een matige zuidelijke wind loopt in de middag de temperatuur op naar 19 graden.